Attentie, attentie. Force aanwezig bij brugklas. Here we go! Hoi! Vandaag zijn we te gast bij brugklas. Ja, en wij gaan vandaag optreden in een serie tijdens een schoolfeest. En wij nemen jullie weer mee, dus kom maar mee. Nou, kijk. Hier is ons een plekje waar we kunnen omkleden en een beetje kunnen eten. En dit is volgens mij is dit een Duits lokaal. Wij mogen vandaag even lenen als chillhoek. Ja. We nemen vandaag maar gewoon wat op en jullie gaan gewoon lekker met ons meelopen. We krijgen straks ook nog waarschijnlijk een rondleiding door de hele school. Dus dan kunnen jullie ook de hele school zien waar brugklas wordt opgenomen. We hebben ook dit drinken. Wat een plaats. Hey jongens. Ja. Oh. Hoi. Hoi. Producer van brugklas. Ik kom jullie even halen. Leuk dat jullie er zijn. Hoi. Max. We gaan eventjes naar de Rode Zaal, zo heet het. Daar gaan jullie even de repetitie doen en dan laat ik jullie verder nog even de school zien. Oké, okay, ja? Leuk. Ja. Kom gezellig mee. Hoeveel afleveringen hebben ze vandaag? Vandaag 2. Maar dit is toch de laatste aflevering? Zogenaamd of van dit seizoen? Ja. Waar komt er dan nog een seizoen? Dat weten we nog niet. Ja, wel doen hoor. Wat doen we? Wat voor zin in? Hoi. Hoi. Vandaag is het zo leuk dat jullie er zijn. Jullie maken het feest lekker kapot. En hier is het de vissa inderdaad. Ga lekker naar binnen. Oeh. Ah, nice. Hier hebben we de reunie straks. Waar jullie ook een optreden gaan verzorgen. Leuk. Top, hè? Ja. Dus we hebben het al mooi versierd. Mm-hmm. En speciaal hebben jullie een podium gebouwd. En want jullie kijken allemaal brugklas, toch? Ja. Vooral jij volgens mij. En wie is jullie favoriet? Ik vind Joy ook wel leuk. Ik vind Joy, ja. Ja, ik denk het ook. Oeh, met die biologie-juffrouw. Oh ja, dat snap ik wel. Mevrouw Kroes. Ja. Jullie mogen lekker hier gaan repeteren. Okay, als jullie nog vragen hebben, dan hoor ik het graag. Maar anders is deze zelf voor jullie. In de serie gaan we een soort van optreden, want er is een eindfeest van... Want het einde van het seizoen is. Ja. En ja, dan mogen wij optreden en dan is het zo... Dus, en nu gaan we daarvoor repeteren. Als je houdt van al die dingen die je niet had verwacht, hou je maar vast aan mij. Hey, 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 la love me baby, la love me baby. Yeah! Hey, 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 la love me baby, we like to love you too. Zouden wij misschien een rondleiding kunnen krijgen door deze school? Door deze hele school? Zodat jullie alle stukjes herkennen? Ja. Ja, ja. Gaan we doen. We lopen nu door de figuratiezaal hier, jongens. Ja. Dit zijn mensen die jullie misschien al wel herkennen. Zo, het is langzaam dat niet zien. Moet de figuranten dus altijd blijven wachten. En dan worden ze... Ja, zie je, dat krijg je nu, hè, jongens. Vanaf hier worden ze dan meegenomen naar de scènes en zijn ze dus in de achtergrond te zien bij de scènes. Ik ga even vragen of ze er zijn. Oh, ik ga. De scène aan het opnemen. Dus als ik hoor dat we er langs mogen, kunnen we gaan lopen. Oké. Okay. Ja? Even wachten. Ik hoorde dat Ramzi ging zoenen met Bo. Maar gaat het dan uit met Selma? Wanneer? Gaat het uit met Selma? Wat ik niks over zeg, jongens. Ja, nee, okay, gaat uit met Selma. Nee, ik denk dat Ramzi vreemd gaat. Dat denk ik. Dat denk ik ook. Ik denk dat Ramzi vreemd gaat. Ja. Met Bo. En dat Selma er dan achter komt, weet ik niet, omdat dat al een keer is gebeurd, denk ik. En, ja, dat is al een keer gebeurd, ja, denk ik. Ja, en ik denk ook dat het dan, dat Selma dat ziet dat ik denk ook Ramzi dat Selma dat Bo ziet dat Ramzi en Bo gaan zoenen zijn. En Selma dat ziet en dat het eruit is. En dan zo meteen op het feest.
En dan op het feest, dat ze gaan zoenen. Ja, of dat ze... Ik ga er nu zien, want ik ben jullie kwijt. Ramzi en Bo. Nee, dat hebben ze al eerder gedaan, denk ik, in dat Selma dan boos naar Ramzi en... Ja, ik hoor net wat in mijn oortje. Ik heb het een paar keer gekeken. Ik niet, man. Eén keer en dan zit je op zo. Even stil en snel zijn. Kluisjes zien. De kluisjes, ja. We willen en de gymzaal. En de gymzaal ook. Maar dat wordt opgenomen. Ja, we willen eigenlijk niet alles zien. Maar het is nu wel natuurlijk, het is nu zoals de school. Het is niet zoals de brugklas. Ja. Nou, dit. Ja, hier wordt het ding opgenomen. Ja. Dit vak. Dat is niet editen. Ja. Kijk, het ziet er ook heel anders uit. Ja. Ja, het is heel netjes. Kwak opgenomen. Hier werd het kwak. Dat hier zitten te editen. Ja. Maar zo ziet het er normaal uit. Ja, het lijkt op tv echt groter. Dat, ja. Zullen we naar de kantine gaan? Ja. Ja? Oh ja. Kantine. Kantine. Dat is een beetje prima. Ik zie die ook nog rondlopen deze tijd. Dit gebruiken wij als kantine. Hé, wat doe je snel? Ja. Zie je dat te chillen. En de kluis hebben we natuurlijk ook al. Ja, die. Die herken je ook wel. Ja. Ja. Ik kijk het niet, maar ik denk dat ze hier altijd zoenen. Ik heb één keer gekeken, maar toen zat Nick Roos er dan ook in. Zo lang niet gekeken. Maar hoe doen jullie het dan, zeg maar, want leerlingen hebben gewoon een kluisje op deze school. Mm-hmm. Maar hoe doen jullie het dan als ze iets nodig hebben voor een scène of zo en dan hebben ze een kluisje nodig? Hoe doen jullie dat dan? Nou, we filmen heel veel in de zomervakantie, dus dan heeft niemand een kluisje. Kan ik met deze grote sleutels alles openmaken. En als het schooljaar wel begonnen is, dan gebruik ik kluisjes die niet in gebruik zijn. Ah, oké. Okay. Dus dan doen we het zo. Ja. Ja. Oké. Okay. Gaan we naar de gymzaal? Ja. Ja? Ga naar de gymzaal. Niels, ga ze Vandaag gaan wij, wat gaan we doen? We gaan naar de gymzaal en we gaan sporten. We zijn gaan echt sportleraar. En push-ups. Ik mag dit doen. Dan gaan we pull-uppen. En we gaan ook even sportles geven voor alle mensen die net zulke gespierde lichamen willen als ons. Dus dan gaan we eventjes sportles geven. Dus Ian en ik gaan direct even een paar oefeningen uitleggen om een sixpack te krijgen. Toch Ian? Ja. Dan komen we zo bij jullie terug. Ja, tuurlijk. Nou jongens, ik moet heel nodig plassen, wacht. Hoezo kan die niet hoger? Wacht, als ik zo doe, komt die op de camera. Oh, shit. Pas uit. Net langs, hoor. Nou, ik heb dus een keer gekeken. Ik weet niet of ik het helemaal goed heb, maar er was dus zo'n jongen en die was dan verkleed als zo'n meisje of zo, zo'n transgender, weet je wel. En die ging dan in de meisjeskleedkamer, maar dat wilden die meisjes niet. Is dat waar? Melke heeft enkele maanden geleden op school verteld dat ze een jongen wil zijn. Het was een moeilijke beslissing om dat met iedereen te delen, maar ze is blij dat ze het heeft gezegd. Ook al zijn er sommige leerlingen die haar ermee lastig blijven vallen. Ik heb een keer gekeken. Hier zitten de jongens. Mogen we erin? Ja, kijk dan. Waar zijn Niels en Max? Nee, maar ik baal een beetje, want ik heb een sleutel nodig gegeven. Nee. Oh! Nee. Goed. Nee. Dat is dit. Oh. Daarom doet brugklas seizoen in plaats van gewoon altijd door. Ik wil één keer... Ieder pak een hele bal. Ja. Nou kijk, je weet toch wel, dit is de gymzaal. Ja, dit is de gymzaal. En dat daar, dat zijn dus, dat zie je vaak in de pauzes. Dat zijn ze hier aan het voetballen en zo en allemaal hele leuke gesprekken aan het voeren over liefdesverdriet en zo. En ook bij de fietsenstalling daar. En toen kwam de bal tegen de geluidsvrouw. Ja. Dus dat? Ja. Dat is veel van mij. Kijk, ik doe het nog een keer, hè? Let op, hè?
gaat fout, denk ik, maar oké. Nee, hier gaat iets heel slecht. Nee. Jongens, kom maar, buikspieroefeningen. Oké, ik heb niet goed. Staat hij erop? Lekker. Oké, nou. Jongens, we gaan nu weer liggen. Hey. Oké, nou, kom. Ian. Hoe moet dat? We moeten dus zo onze voeten en rug. Zo. Doe mij maar na. Ja, maar dat kan ik al. Personal training. Doe maar, kom maar. Doe dan. Laat maar zien dan dat je het kan. Hoe? Gewoon zo. Zo, en dan. Wow, moeilijk. Elke dag zo'n 50 keer doen, dan krijg ik het vanzelf. Dat is heel moeilijk, jongen. Sixpack. Ja, sixpack kweken voor Georgië. We hebben een sixpackje kweken voor Georgië. Cool! Verschillende eieren van verschillende vogels. Wel echt hard. Dit is een walvisoog. Kijk, het staat erop. En dit, een zee onder het pad. Een tong. Kom. We zijn nu bij de officiële trap van Brugklas. We zijn dus nu bij de bekende trap, die je ook al zal zien in de serie. Als je de serie niet kijkt, kijk hem even, want dan zie je deze trap. Daar zit de conciërge. En daar moeten de leerlingen in de serie naartoe als ze iets gedaan hebben. Dus als ze bijvoorbeeld straf hebben of ze moeten zich melden. Dus, maar ik weet niet of we daar even mogen kijken. Attentie, attentie, we zijn bij de opnames van Brugklas. Fors op. Fors is bij de opnames van Brugklas aanwezig vandaag. Fors over. Fors over. Dit is de Fors over van Fors. Kom allemaal naar de conciërgekamer. Want ja, jullie zijn stout geweest. Oh. Jullie mogen gaan winnen hoor, jongens. Kom verder. Dan mogen jullie even kijken wie er allemaal binnen zijn. Hallo. 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 Wie is dit? Welkom. Hoi. Hoi. Willem. Hoi. Welkom. Hoi. Welkom. Goed voor het boek hier, Willem. Sander. De Haas. Hey. Hoi. Belle. Hoi. Janne. Hoi. Belle. Hoi. Hallo. Hoi. Ik ben Sonia. Hoi. Janne. We zijn lang geleden, maar ik ken je wel. Arthur. Echt leuk, jongens. Ja, gefeliciteerd trouwens dat jullie naar Georgië gaan. Dankjewel. Ja, leuk. Kunnen jullie misschien een stukje ziek? Oh ja, kunnen jullie misschien een stukje ziek? Ja. Tuurlijk. Oké, 3, 2, 1. Hey, hey, hey. La la love me baby. La la love me baby. Hey, hey, hey. La la love me baby. Cause I really like to love you too. Jongens. Als ik me ook zou kunnen zingen, ja. Dat kan ik helaas niet. Jawel, Bellen wel, Bellen kan heel goed zingen. Nee, dat valt wel mee. Misschien ooit een duetje opnemen. Ja. Jullie een stukje zingen? Ja, ja, Bellen, zing even een stukje. Nee, nee, ik kan. Ah, nee, ik kan oprecht niet zingen, dus dat ga ik ook niet doen, want dan ga je allemaal heel hard janken. Ik doe het ook niet. We zijn dus zelf, hebben jullie ingeschreven in je eentje en dan zijn jullie bij elkaar, gezet. Ja. En kennen jullie elkaar al? Ik alleen nee, Max. We kennen elkaar nog niet. Oh, ja. Zijn jullie goede vrienden geworden? Ja. Mogen jullie elkaar eigenlijk nog niet? Eigenlijk niet, maar we doen het gewoon voor de camera. Nee, voor de camera. Ja, wij doen alsof we elkaar vinden. Eigenlijk? Eigenlijk niet. Nee. Maar wanneer gaan jullie naar Georgië? 18 november gaan we erheen. Oh, dat is al best wel snel. En dan 26 november is de live finale 26. Sorry, ik wil jullie allebei meenemen. Oh, ja. We moeten gaan. Succes, jongens. We zijn jullie zo. Succes met optreden. Zo, ja. Ja. Doei. 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 Koud? Waarom doet ze dat? Waarom doet ze dat? Wat is voor een scène? Wat is het voor een scène? Ja, het is ik denk... Raar. Is het voor een scène? Wat gebeurde er, Jan? Ja, nou, opeens iemand kreeg een bak water over zijn hoofd. Voor een scène. Oh my god, jongens. Moet jij ook? Zo nat. Oh my god! Zeker hoor! Mag ik het doen? Mag ik het doen? Ook gewoon, jij durft. Ja. Ja, klaar? 1, 2, ja. Niet je ogen dicht. Jawel! Niet je? Oh my god. Oh, ze willen lekker eigenlijk. Ja, toch? Nou, doe ik het langzaam. Hè? Je autosleutels, word je niet nat? Is dat erg? Nee, ik ben er niet helemaal nat hier zo. Dat is een beetje jammer. We moeten meer water hebben. Je bent een mooie klas. Superleuk, word je heel goed verzorgd. Wat een heftige baan. Lekker in de herfst, in de wind. Heb je geen telefoon of zo in je zak? Nee. Oh, dat zou wel erg zijn. Dan neem je je telefoon weg. Heftige baan.
doe maar zo dan, hè. 1, 2. Ik vind dit wel leuk voor mij. Oké, jongens, we gaan dus nu omkleden, want onze scène is bijna. Let's go. Oké, we zijn nu klaar met omkleden. Ja. Yes. We zijn helemaal klaar voor. Dus laten we gaan naar... Go! Oké. Nou, Bella is er ook, zoals jullie zien. Maar we hebben ook 4 speciale gasten. Force! Hallo! Vinden jullie het leuk om hier te zijn? Ja. Ja? En wat gaan jullie doen? Optreden. Leuk. En wat voor liedjes gaan jullie zingen? We gaan maar eentje zingen, ons eigen nummer. Ja, of course. Nou, we hebben er... Nou, is dit het liedje? Dat was het. Ja. Oeh, jullie hebben net al voorgezongen, maar we gaan het zien. Ik ben benieuwd om het in het optreden te doen. Ja, ik ook. Good luck! Nee, gaan jullie ons leren? Ja, kom. We gaan ons leren dansen. Oh. Jullie mee? Ja. Door met het eerste pasje. Je stapt dus met rechts en dan doe je je rechterarm naar links. Okay. Jongens, dan andersom. Ja. Zo. Ja. Oh, aan mijn kant. Kruis je, zeg maar. En dan doe je je armen kruisen. En dan weer uit. En dan la la la. Love me. Love me. Baby. Love me. Okay. La la. Love me. Baby. Oké. Wie is nou de directeur van de school? Hij is de directeur. Hij is de directeur. Het kan harder hoor. Ik weet het zeker. De allermooiste dan ben jij. Het is de laatste aflevering. Sterker nog, het is de laatste aflevering. De laatste scène van de laatste aflevering van seizoen 6. Dan moeten we gewoon even met een getal eruit. In 3. 2, 1, actie. Als je houdt van al die dingen die je niet had verwacht, dan is het maar vast aan mij. Hey, 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 la la la, love me baby, la la la, love me baby. Blijf bij mij, heel mijn Nou, we hebben net onze scène opgenomen en het was echt super leuk. Ik vond het wel leuk om op het podium te staan, alleen was het ook wel een beetje awkward. Wat awkward was, was zeg maar, de mensen waren heel dichtbij en de muziek stond niet zo hard. Yeah. Ja, dat is anders dan zoals bij de finale en zo, want dan is het gewoon heel ver weg en concentreer je op tv dus. Wat de regisseur aan ons vertelde was zeg maar, er gebeurde iets verrassends en dan moesten we een beetje van, want wij zouden optreden en zo moesten we een beetje acteren en gewoon een publiek meenemen. Zeg maar. Ja, we mogen dus niet vertellen wat er voor spannends gebeurde op het podium, maar dan moet je maar de aflevering zelf gaan kijken. Ja. Het was een superleuke dag. En vond je deze video nou leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Doei! Er komen er ook bloopers in deze video. Forst aanwezig bij Brugklaas. Ik ben tegen deze deur aan. Nee. Gaat-ie? Ja, het gaat goed, jongens. Ja, jouw eigen decor. We zijn hier al geweest. Zoiets wat we lezen. Ik ging al de sprinkles aan in de afgelopen. Ja, doe dat en dat kind niet. Dit is onze nieuwe dans. Mag ik dat doen? Ja, doe maar. Dat zeg maar in het verhaal had iemand dat al opgenomen. Ja, dat op in seizoen 3 of zo was dat. Gaan jullie nog een seizoen maken?
Wat ik het leukste van de hele dag vind, is denk ik gewoon de gezelligheid met z'n allen, toch? Mm-hmm. Ian, je bent in beeld. Sorry. Bedankt voor... Doei, Jetline! Ja? Doen? Ja. Sorry. Hoor je dat heel erg? Kinkloon. Niet doen. Allee! Het was een superleuke dag. Bedankt voor het kijken. En dan zie je de volgende keer. Ja.